praten met Luc de Haart van RTL, maar een tijdje geleden nog student. En je studeerde af op onder andere Snapchat gebruik voor RTL. Vertel, wat heb je al uitgevonden? Ik heb uitgevonden hoe RTL jongeren kan bereiken door middel van onder andere Snapchat inzetten in combinatie met adverteerders. Dus ik heb gekeken hoe branded content, want dat was mijn afstudeerproject, jongeren bereiken voor adverteerders onder andere, hoe ze dat kunnen doen. En vertel, wat was je hypothese? Hoe heb je het onderzocht? Wat was je conclusie? Ik heb eerst onderzocht hoe consumeren die jongeren dan op die verschillende platformen. Ik onderzocht YouTube, Instagram en Snapchat en ook hoe die samenwerken. Maar ik ging eens kijken hoe consumeren jongeren erop. Dus door zelf onderzoek te doen, maar ook jongeren om me heen en onderzoek onder jongeren zelf te gaan doen. En vervolgens ging ik kijken in welke mate wordt gesponsorde content op die verschillende platformen geaccepteerd. En Snapchat was daar een hele interessante, omdat daarin het vooral belangrijk was dat het authentiek overkomt. Maar vanuit Snapchat is het een rauw beeld dat je verstuurt. Dus het is altijd het echte. Dus je gaat bij Snapchat is het belangrijk dat de beelden echt zijn. En als dat in combinatie is met een adverteerder, dan wordt dat helemaal opgepakt. En dan kun je, daar hebben we uiteindelijk ook een mooie case omheen gebouwd die ik vanmiddag presenteer. Dus dat was een mooi uitgangspunt die we uiteindelijk... Vertel, welke case? Constraint en GoGo. Constraint is het jongerenkanaal van RTL. En GoGo is een jongere reisorganisatie. En die twee gingen samen op vakantie. En we hadden YouTube-video's, daar kon je zien wat ze allemaal meemaakten. Maar bij Snapchat kreeg je de behind the scenes. Dus achter de schermen kon je zien hoe het eraan toe ging. En dat was dan natuurlijk niet genoeg, want Snapchat draait om meedoen, om engagement. En dat deden we dus door verschillende interactieve acties. Zal ik die interactieve acties vertellen? Ja, een van de interactieve acties was, je hebt snapcodes op Snapchat. En dat zijn codes waarmee je het account kan toevoegen. En die hebben we uitgeprint op stickers en door heel Nederland verspreid. En door middel van tips konden jongeren op zoek gaan naar die snapcode. En het hele interessante was daarbij, we gaven dan met de geofilter van Snapchat geef je aan waar je ongeveer bent. Dus we gaven aan met een geofilter, de snapcode is in Tilburg. En dan 20 minuten later kregen we van jongeren een foto terug, een selfie met die snapcode. En dat was dus waarmee wij ontdekten dat het ontzettend betrokken platform is, waarmee je... wij wilden GoGo het vakantiegevoel uitstralen, maar aan de andere kant wilden jongeren hier, die hier zijn, ook betrekken bij het hele verhaal. Dus dat was voor ons een van de acties die heel waardevol was. Ja, dus die rauwe, echte beelden, daar begint het mee. En dan met branded content, dat werkt voor RTL. Ja. En dan interactie en dan krijg je dus echte jongeren waar je contact mee hebt. Ja. Dat is het verschil. Met Snapchat kun je ervoor zorgen dat je niet een merk wordt dat ver afstaat van de gebruiker, maar dat je een soort vriend wordt. Een andere actie die we deden... Maar één interactie moet ook zo'n GoGo wel aantallen zien dan, denk ik, of niet? Aantallen als in? Veel contacten. Ja. We hadden duizenden jongeren die elke dag hoog betrokken waren bij GoGo. En dat was... Je kan zitten aan honderdduizenden of duizenden, maar het verschil is tussen views en betrokkenheid. Want we hadden ook een actie waarbij je een zomeroutfit kon tekenen over een van de hosts. We hadden, op vakantie gaan hoort een zomeroutfit bij. Dus wij zorgden ervoor dat de volgers die konden creëren. We kregen honderden gewoon daadwerkelijk goede inzendingen terug. En daarmee kun je dus aantonen dat ze houden van creativiteit, maar ook daadwerkelijk betrokken zijn bij wat er gebeurt. Dus, en op die manier betrekken we de volgers in het verhaal. Dat leuk. Dat is voor ons heel waardevol. En wat doet RTL er nu mee? We kijken per programma, past het erbij of past het er niet bij? Natuurlijk ook als er een adverteerder is, kunnen we kijken van, gaan we het erbij inzetten? We kijken nu vooral per campagne of per programma, gaan we kijken, willen we het inzetten of niet? Dus bijvoorbeeld bij The Voice hebben we het ingezet. Wat heb je, gewoon een voorbeeld, hè? Wat heb je bij The Voice gedaan? Bij The Voice was het onder andere dat ze in het fanvak, dus behind the scenes beelden, lieten zien. Dus wat kun je nou bij The Voice meemaken? Nou, achter de schermen was heel belangrijk, maar je zat daadwerkelijk met de andere fans in het fanvak. En daarmee kon je dus uiteindelijk live meemaken. Leuk. En wat is de toekomst? Wat is de toekomst? Ik denk dat het steeds meer toe gaat naar interactief. En daarom denk ik dus ook Snapchat. Maar ook bijvoorbeeld de spectacles, de bril van Snapchat. Als je die meegeeft aan... RTL heeft een Snapchat kanaal Backpackers. Er gaan twee jongens, die gingen naar Azië en die gingen daar backpacken. Je kon alles volgen via Snapchat. Maar je kan ook bedenken, geef ze eens die bril mee.
En dan zie je alles door de ogen van de jongens. Zij zijn bergbeklimmen, kijk je mee. Zij zijn aan het surfen, kijk je mee. Dan moet je natuurlijk niet vallen. Maar dus dat zijn natuurlijk allemaal dingen die spelen. Of gesponsorde lenzen. Dus denk aan, in plaats van een hondenfilter op je hoofd, dat je een jurk kan en je doet omhoog met je wenkbrauwen en het verandert van kleur. Dus dat soort dingen zijn allemaal mogelijk. Alleen die komt er allemaal aan. En als een bedrijf met Snapchat wil beginnen, wat adviseer je dan? Hoe begin je daaraan? Hoe begin je daaraan? Ja, het ligt heel erg aan wat je wil bereiken. Wil je echt typisch jongeren bereiken, kun je met influencers gaan werken. Dus om je kanaal een boost te geven, want op Snapchat ontdekt worden is vrij lastig. Dat is, moet via je eigen kanalen. Je moet het echt wel aanjagen, zeg maar. Je moet het account gaat niet organisch groot worden. Nee. En dat is iets waar Snapchat mogelijk in de toekomst wel aan gaat werken. Je hebt wel die Snapcode die we dus verspreid hadden met Concentrate. We zijn verdubbeld in het aantal gebruikers omdat mensen daar een foto van maakten. Dus kwamen hem tegen ergens in Nederland en hadden we een nieuwe gebruiker erbij. En dan moet je ervoor zorgen dat die volger een fan wordt en een vriend wordt. En dat is mogelijk met Snapchat. Leuk, dankjewel.